Er zullen weinig mensen zijn die zo snel van gezichtsuitdrukking veranderen dan deze man hier. Toto Wolff, eigenlijk Torgan Christian Wolff, teambaas van Mercedes. Hij is 30% aandeelhouder en was ook aandeelhouder bij Williams Formule 1 team. Maar hoe is hij zo rijk geworden? Want volgens verschillende websites wordt zijn vermogen geschat op ongeveer 600 miljoen dollar. En dan verdient hij ook nog eens een keer bij Mercedes, rond de 8 miljoen dollar per jaar. En in deze video leg ik je uitgebreid uit wie de beste man eigenlijk is en hoe die zo schat hemeltje rijk is geworden. Dus abonneer op dit kanaal en like deze video, en dan gaan we beginnen. Torger Christian Wolff was vanaf zijn kind af aan niet per se een persoon die heel graag in de racerij wilde werken. En hij had ook helemaal niet zoveel met auto's. Maar dat veranderde op 17-jarige leeftijd. Hij ging namelijk met een vriend een weekendje naar Amsterdam. En op de terugrit naar Oostenrijk kwam hij langs de Nuremberging. En een gezamenlijke vriend van hun die in de Formule 3 wereldkampioenschap. Nou, hij ging er langs, kwam in de paddock, op de pitstraat, op de grid. En toen was hij eigenlijk verkocht. En hij wist toen zeker, hij wilde autocoureur worden. Dat racen heeft hij voorzichtig opgepakt. Hij combineerde de cadeaus van kerst en zijn verjaardag om naar de Walter Legender Racing School op de oude A1-ring te kunnen gaan. Maar racen in een eenzitter was erg duur, dus hij koos voor een iets andere route in een auto met een dak. Hij ging meedoen aan de Seat Ibiza Cup. Hij kocht zichzelf een Seat Ibiza die ook zijn wegauto werd en zo is hij erin gegroeid. Hij werkte ook een aantal jaar als rijinstructeur in Spielberg en uiteindelijk vertrok de Oostenrijker naar Nieuw-Zeeland om te racen. Gebrek aan geld en een overschot aan modderde concurrentie... nekte uiteindelijk Toto Wolff en hij stopte met professioneel racen. Hij heeft zelf gezegd dat hij mee kon doen voor de overwinning in de Formule Ford. En dat zou je nu kunnen vergelijken met nou ja, zegt de Formule 4 aan nu. Maar uiteindelijk trok een sponsor zich terug... en daardoor moest hij ook stoppen met professioneel racen. Hij heeft wel nog een hoogtepuntje. Hij won namelijk in 1994 de 24 uur van de Nurembergring. En wat daarna ook nog eens een hoogtepunt was, lange tijd... hield hij het record voor snelste raceronde op de Nurembergring in een Porsche... RSR. Na de racerij begon Toto zijn eigen bedrijf. In 2003 richtte hij zich op investeren en richtte hij March 15 en March 16 op. Zijn bedrijf March 15 investeerde hevig in technologie, software en het internet toen dat nog aan het herstellen was van de hevige crash in het begin van de jaren 2000. En hierdoor werd hij multimiljonair. Toch kreeg hij heimwee naar het racen en keerde hij terug als amateurcoureur. Hij bleef de race op de voet volgen. Hij had een ontzettend groot netwerk, veel contacten. En uiteindelijk kwam hij in aanmerking met het Formule 1 team Williams. En dat verkeerde in financieel zwaar weer. Toto besloot eigenlijk uiteindelijk in te stappen, zich een stoeltje in het bestuur te kopen. Hij werd aangesteld als Executive Director. En uiteindelijk met hem aan het roer pakte Williams de laatste overwinning, dat is de Grand Prix van Spanje in 2012. Hij raakte daarnaast betrokken in de rallysport en richtte zich vervolgens op het spotten en ontwikkelen van jonge coureurs. En vanaf daar wordt het interessant. Hij leerde bij het Mercedes Junior programma de managers kennen. Ze besloten hun krachten te bundelen en met elkaar te investeren in deze jonge coureurs. En ongeveer na een jaar kreeg Toto Wolff te horen dat het Mercedes DTM team te koop stond. Het was een bedrijf met 150 medewerkers, had een goede basis en ze ontwikkelden veel raceauto's. En Toto vond het eigenlijk vrij gek dat het bedrijf te koop stond, want hij dacht dat het onderdeel was van Mercedes, maar dat bleek niet zo te zijn. Het is namelijk eigendom of het was eigendom van de heer Afrecht. Die je hier ziet. En de heer Alvarecht, nou ja, Mercedes AMG. En de A van AMG staat voor Alvarecht. Nou, uiteindelijk gingen ze met elkaar in zee, ze gingen babbelen. Meneer Alvarecht werd een soort van mentor voor Toto Wolff. En Toto Wolff besloot ook aandelen te kopen van het DTM-team van Mercedes. Het ging bergafwaarts met Williams. En alsof Toto het aanvoelde, stapte hij in 2013 over naar Mercedes, waar hij de rol kreeg als uitvoerend directeur. Hij kocht daarnaast 30% van de aandelen van Mercedes. Toto groeide in het bedrijf en hij was bij Mercedes in staat om een enorme hoeveelheid financiële succes te behalen. Maar daar bleef het niet bij, want op het circuit was het team niet te stoppen. Mercedes heeft een van de langste overwinningen in de geschiedenis van de sport behaald, met acht opeenvolgende constructeurskampioenschappen en zeven opeenvolgende coureurskampioenschappen van 2014 tot 2021. En Toto is niet echt de persoon die heel makkelijk één hoogtepunt kiest uit zijn hele grote carrière. Maar als je er dan toch eentje moet noemen, dan gaat hij voor de Grand Prix van Oostenrijk van 2014. Hij was namelijk toen teambaas bij Mercedes en toen nog adelhouder bij Williams. En in die race, die Grand Prix van Oostenrijk, werd uiteindelijk Mercedes 1-2 en Williams werd 3-4. En dat is toch wel een mooie nou, rond verhaal uiteindelijk voor Toto Wolff... die als 17-jarige jongen de droom had om autocoureur te worden... en uiteindelijk bij de Walter Legner Racing School in Spielberg... Begon om zo uiteindelijk te zien dat de teams die hij onder zijn hoede had en heeft gehad, 1, 2, 3 en 4 wilden op eigenlijk zijn circuit.